Na deze afspraak, dames en heren, kan u hier op Canvas kijken naar de eerste aflevering van Niemands Meester, Niemands Knecht. Een documentaire over Johan Antiris, moet ik zeggen. Een goede 20 jaar geleden overleden. En een van de meest franke stemmen toch wel in de geschiedenis van de Vlaamse journalistiek. En Brigitte Raskin, een jarenlange kameraad van u, mag ik zeggen. Ja, vond ik mooi wat Michiel Hendricks vorige week bij een foto van Johan in Standaard Weekblad schreef, dat ik zoiets als zijn trouwe compagnon de route ben geweest. Of ben, of blijf, want hier zit ik weer. Ja, je hebt me een foto bezorgd van jullie twee samen, van wanneer ik zal hem even laten zien. Ja, dat was uit het privécontact. Hè. En dat was op Johan zijn 49ste verjaardag, die wij samen gevierd hebben. Daarachter zit zijn broer en zijn vrouw. En dat is eind jaren 80 dan. 49 ja. Vierden wij zijn verjaardag. En dat was in Italië. En daar schenkt hij mij, een beetje in een limonadeglas zie ik, schenkt hij mij champagne uit. En ik heb die foto op karton gezet en tegen die twee boeken gezet die ik gemaakt heb. Het is goed dat je meegebracht hebt. Ik laat me door hem trakteren. En voor de mensen die nu aan het denken zijn, van waar ken ik Brigitte Raskin ook alweer? Want dat is een tijd geleden dat hij nog op tv geweest is. Hij is ook eigenlijk degene die jou op tv heeft gekregen. Ja, ik was een zangeres. Wat alvast niet kan gezegd worden van onze volgende kandidaat, want dat is Brigitte Raskin. Het wordt steeds moeilijker. Brigitte? Ik ben Brigitte Raskin, voorwaar de mooiste stem van Vlaanderen. Zo is het wel genoeg. Hier is de sigaar. Ja, dus het is door hem dat je daar geraakt bent, hè? Ja, dat was in de tijd van de zwijger. En dus namen noemen moest zo hetzelfde effect sorteren, hoopte men, als de Wies Anderse show. Ja. En ze hadden ook Johan gevraagd. En hij heeft er ook even ingezeten, maar je moest wel antwoorden geven. Laten we eens kijken naar hem, want documentaire dus straks aflevering 1, volgende week woensdag aflevering 2. Ik heb vandaag eens de oefening gemaakt, met wie zou je hem vandaag kunnen, of met welke journalist vandaag zou je hem kunnen vergelijken? Ik zou het eigenlijk niet weten. Met niemand. Laat hem maar gewoon zichzelf gebleven zijn. Ik vind dat je hem niet kunt vergelijken met tegenwoordig. Uniek exemplaar. Daar gaat het ook altijd over. Was Johan er nog? Ja, nu zijn er andere journalisten. Hè. En goede pennen. Nu lezen we columns van Tom Lanois. Nu lezen we anderen. Nu lezen we... Johan was uniek. Ja. Johan was uniek. Dat is zo. Je hebt hem gekend. Vraag mij af, hebt u hem ook gekend of meegemaakt? Van vader Abraham. Ja, dat fragment had ik al, dat we dat straks al gezien hebben. Maar weet je dat ook mijn schoonzoon, dat zegt als ik heb hem leren kennen, zegt... Ja, Antiris, hè. Ik was dan volop die boeken aan het maken. Antiris, dat is vader Abraham. Ja. Heeft hij altijd bij. Het zijn natuurlijk, hè, want ik weet, en daar zullen we zo meteen over praten, want er is niks dat zo blijft hangen. Hij heeft natuurlijk veel geschreven en straffe dingen geschreven, maar er is niks dat zo blijft hangen als beeld en sommige fragmenten. En niet alleen dat van vader Abraham is legendarisch, denk ik. Ik herinner mij een artikeltje dat in Humo stond. En toen zat ik in de Canzonissima. Heette dat toen, ja. Ik zong daar 9 keer met dezelfde jurk. En Rick Geiles, die was realisator, en die had daar een windje op gezet. En dat bewoog. Ja. En toen schreef meneer Johan Antiris... Nou, sterrealisator Rick Geiles had op de moe een wind gezet, maar niet sterk genoeg om eindelijk van haar af te zijn. En ik was 35 en toen schreef jij... Moeten wij die aftakeling nog verder meemaken? Al die leuke citaten zijn mij niet bijgebleven, maar ik krijg weer een zeker respect voor mezelf, 20 jaar geleden. Was je dat kwijt? Nee, maar ik was vergeten dat ik toen al zo spiritueel was. Toen we jou belden, zei je wel meteen... Daar wil ik van weg, van die tv-fragmenten. Ja, dat is natuurlijk. Dat hebben we toch gehad. Waarom moet men... Johan, dan komt men altijd met vader Abraham af.
bij Bert komt men ook altijd af met ik weet niet meer welke huilbui. Hè? Gaat het over Frank van den Broek? Altijd dezelfde. Je moet eens zien wat gemene stemmen tegen Frank van den Broek op Facebook zetten. Daar gaat hij eindelijk eens, vindt hij de tijd om te gaan wandelen in het bos. En dan zegt men, gaat er zeker een vuurtje stoken. Ja. Je wordt altijd op iets gepint. Maar goed, zeg dan eens, want je hebt er twee kleppers van boeken over geschreven toen hij gestorven is. Wie was hij voor jou dan? Wel, als we weg moeten van die fragmenten? Wel, wat de boeken betreft, daarmee wou ik bewijzen wat Johan voor een literair talent was. Ik had zelfs de illusie, we maken die boeken en hij wint sowieso de Gouden Uil. We zijn eerst eens gaan horen of je dood mocht zijn om de Gouden Uil te winnen. Dat mocht je, maar heeft hem toch niet gewonnen. Hij had altijd overal vijanden. In iedere club. Hij maakte vijanden. Mensen moesten hem niet. Men was voor of men was tegen hem. Heeft hij jou, want hij geneerde zich ook niet om vrienden te schofferen. Heeft hij dat met jou ooit gedaan? Wel, hij begon, maar ik vond eigenlijk wel spiritueel gezegd. Ik was 10 jaar jonger. Ik begon in de Nieuwe te schrijven als hij er al weg was. Toen was hij een knak. En toen merkte hij mij op, die hij niet kende in de Nieuwe. En moet hij mij blijkbaar gehoord hebben. En zei hij, Brigitte Raskin, die ieder luisterend oor verwart met een dorpsplein. Ja, mijn luide stem, mijn roepende stem. Ja, en dan na een tijd, dan maakte hij allerlei opmerkingen over mij. Maar dan na een tijd zei hij, ik mag niks meer over Brigitte Raskin kwaad zeggen, want dat mag niet van mijn broer. Omdat ik ondertussen bevriend was geraakt met Karel en zo verder. Enfin, dat zijn al die oude toestanden. Maar dan hebben jullie zelf... toestanden. Maar... Dus ik heb Johan heel mijn leven, eigenlijk mijn volwassen leven, gekend. Hè. Professioneel zijn we altijd met elkaar opgetrokken. Dat had ermee te maken dat wij in die kleine, slecht betalende boekjes zaten. Hè. Dat geldt niet voor knak, maar overal waar... Als er ergens moest... Ik heb in de week nog een briefwisseling gehad over Oxfam. Oxfam, Wereldwinkels, 25 jaar. Wie komt daar spreken? Antiris... Raskin en nog een hele hoop. Hè. Mijn schoonbroer, Gal is daar dan bij. Hè. Het zijn altijd zo dezelfde mensen. Dat was ook, je schoonbroer. Dat is je schoonbroer. Gal is mijn schoonbroer. Mm-hmm. Ik heb ook veel met Johan gedaan. Jaren opgetrokken in Dordrecht, waar hij mij ook naartoe gebracht heeft. Dus in Nederland, waar hij eigenlijk... Dat komt niet echt tot uiting in het programma, waar hij vrij gekend en populair was. We hebben samen interviews gedaan voor Elker Ik. Kijk, dat is weer zo'n een hoekje, volkshogeschool Elker. In Antwerpen. We hebben, dus we trokken samen op, maar dat was professioneel. Maar ik heb hem dan ook via... Maar hoe creëer je met iemand die tegen alles en iedereen schopt, want dat is wat hij deed, hoe creëer je daar dan toch een band mee? Want na dat ene ding dat hij over jou gezegd heeft of geschreven heeft, dat heeft hij dat niet meer gedaan, hè? Nee, maar dus... de privé, Johan, hè, zoals ik die heb leren kennen, dat was... Ik zal niet zeggen een andere man, maar daar ga je anders mee om. Hè. Dus ik waardeerde hem en hij is mij gaan waarderen. Dat duurde een beetje langer. Hè. Maar op den duur waren wij goed bevriend. Maar ik ben ook niet akkoord. Ik ben ook niet akkoord, Bert, dat Johan Antiris tegen iedereen schopte. Enfin, ik ga nog één fragment laten zien en dan praten we voort. Ja. Het gaat over Hugo Claus... en het is een fragment dat zit in de documentaire, in de tweede aflevering, denk ik. Ja, niet in die van vanavond. Nee, hij gaat naar die zijn trouw. Mm-hmm. En dan nog geen week nadien schrijft hij daar ook iets over. Johan wordt uitgenodigd op zijn huwelijksfeest, maar schrijft achteraf een vernietigende column over het echtpaar. Wij waren uitgenodigd op het trouwfeest van Hugo. Het was precies koek en ei. En wij zijn nog gaan feesten. Maar op de week zelf schrijft hij... Erger dan getrouwd te zijn met Christine Emmerichs... is getrouwd te zijn met een Veerle, de Wit. Ik schrok mij een bult. Ik zeg maar, die zijn bevriend. En hoe komt dat? U wilde zeggen? Ja, wel nee, toch niet. Ik denk dat hij eigenlijk alleen maar schopte tegen... Mensen die macht hadden of mensen die in aanzien waren. Maar dat was een vriend.
Ja, maar dat is denk ik een beetje zijn handelsmerk. Maar, er waren ook dikwijls oprispingen. Ja, maar, het waren... Nu, pas op, er was wel... Hij ging toch niet tegen gewoon mensen ageren. Nee. Hij ageerde niet tegen mensen in miserie en in armoede. Nee. Laat hem maar schoppen, hè, tegen machthebbers en tegen koningen en tegen... Ik vind dat... Tegen Tindemans. Dat missen we een beetje. Hè. Wie doet dat nog vandaag? Tegen het koningshuis. Maar hij zei ook dikwijls wat er... Hè, het was een beetje moeilijk om Klaus nog te benaderen, eenmaal dat hij getrouwd was met Veerle de Wit. En je hoorde dat zeggen, hè? Maar Johan, die schreef het gewoon. Mevrouw Raskin... De verhouding tussen Johan en Klaus, dat zo slecht is beginnen lopen, dat is heel jammer. Want Johan was een grote bewonderaar van Klaus. Van in het begin. Hij leert Klaus kennen als hij naar een aquarelle tentoonstelling gaat kijken. En dan later is hij zo... Hè, iedereen zegt altijd, het verdriet van België, dat lees je toch niet. Johan kon het citeren. Had het in het Frans gelezen, was er dol op. Hij hield van Klaus. En ook omgekeerd, denk ik, tot die ongelukkige... uitspraak over mevrouw Klaus en dat is hem nooit... Er is een vrouw, vrouw tussengekomen. Ik wil nog één ding vragen als... Ik wil nog één ding vragen als hij... Als hij vandaag journalist zou zijn, welke plaats zou hij innemen in het publieke debat? Ja, het probleem zou om te beginnen zijn dat hij niemand was om te computeren en te twitteren en te dingen en zo. Maar in het publieke debat zou hij... moeilijk, denk ik, moeilijk. Hij moest het heel sterk hebben van zijn taal. Ja. Zijn stilistisch talent, van zijn... hoe hij vandaag al die deskundigen zou kunnen beschrijven. Hoe hij mensen kon portretteren en typeren. Dat was Johan, hè. Dat was Johan. Maar dan moet je bijna boeken... Wat ik ook bedoel, in een wereld die vol... Johan en Trump waarin bijvoorbeld. Hoe zou hij omgegaan zijn met fake news, met alles wat er op social verschijnt en wat er allemaal de wereld in gestuurd wordt? Hoe zou hij daarmee omgegaan zijn? Ja, op zijn manier, kritisch en stampend. En maar hij is er niet meer. Wat ik belangrijk vind, is Johan is dood. En de vraag wie nu en wat nu en wat als hij nu zou leven... Hij is al 21 jaar dood. Hè? Wat voor mij belangrijk is, dat is wat nu met dit programma gebeurt. Guinevere Claes kende die Johan niet. Hè? Mm-hmm. Was helemaal niet besmet door het... welk tv-fragment. De collega die het gemaakt en heeft. Hè? Zij heeft het programma gemaakt. En zij leert hem kennen door de boeken te lezen. En ze vindt die boeken geweldig. Ze zegt, wauw, wat hebben we hier? Wat hebben we hier? Ja? En zij is journalist geworden uit een soort aanmoediging, zal ik maar zeggen, vanuit de boeken van Johan. En dus zij is gegrepen door die taal, door zijn literair talent, door zijn schrijftalent. Ja. Ja? Is de documentaire goed gelukt? Ik vind het heel goed, ja. Dan gaan we kijken. En dat heeft ze dus meegenomen, Guinevere. En dat is wat ik zou willen, dat is dat vele Guineveres, jonge Vlamingen... onder andere u, dat u boeken gaat lezen. Dat ze is haar boeken aan het proberen te verkopen. Ja, was het maar zo. Het is uitverkocht. Dus, is het echt waar? Ga het maar eens kopen. Ja, ik zou willen dat het kon. Dan zal ik deze meenemen. Nee, ja, ze zijn... Maar dus dat men ontdekt dat... Kijk, en dan gaat dat niet over... Dan gaat dat over ouder worden. Dan gaat dat over vaderschap. Dan gaat dat over taal. Over Nederlands spreken, ja. De fameuze flamiganten, hè? Waar is hun taalgevoel? Wat een taal hoor je op televisie? Hè? Alles is goed. Alles is goed. Johan zou stijgen. Daar zou hij het over hebben. Waarom is alles goed? Waarom is alles niet gewoon goed? Brigitte, we gaan kijken. Wat komt eraan? Dank je wel voor je komst. Het was heel fijn om je nog eens... hier aan tafel te hebben. Dankjewel ook mijn andere gasten. Fijn dat jullie